Er is een nieuw rapport van Amnesty International uit over de situatie van vluchtelingen in Turkije. En dat is shocking, als ik het zo mag zeggen. De mensenrechten worden op grote schaal geschonden. En op zijn minst wordt het idee gewekt dat dat ook met ondersteuning, niet uiteraard onze ondersteuning, maar met financiële ondersteuning vanuit de Europese Unie gebeurt. En we kunnen hier niet altijd mooie woorden over mensenrechten debiteren en niet ageren in Turkije waar het nodig is. Dus ik vraag aan de commissie en uiteraard ook de raad om daar de nodige actie in te ondernemen.